Het was een wedstrijd waarin ik vond dat de beide ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd waren de eerste helft. We hebben wel wat mogelijkheden gehad. Het schot van Lozada, Guy François, die een goede mogelijkheid had. Vizelinovic, die hem net onder de lat weggehaald werd, de bal. Dus dat zijn dan momentjes die je eigenlijk zou moeten benutten. Dat hebben we jammer genoeg niet gedaan. En zij hebben ook een paar momentjes gehad. Dus het was nogmaals een gelijkopgaande strijd, vond ik. En ik dacht ook, in de rust heb ik aangegeven, blijf op deze manier voetballen. Denk aan de omschakelmomenten, want die kunnen beslissend zijn. En ja, ik vond de ploeg die dan eventueel zou scoren dat hij de wedstrijd zou winnen. Zo'n wedstrijd was het eigenlijk. En, ja, zij scoren dan niet in een omschakelmoment, maar toch vanuit een spelervatting. Tweede bal die op de 16 valt en ze trappen hem binnen. En dan valt hij uit het niets eigenlijk. En wij waren vandaag niet bij machten om de muur van OHL te slechten. Eerste helft heb je wel enkele kansen en die maak je dan niet af. Tweede helft was ondermaat. Ja goed, toch weinig aan veranderen. Gelukkig hebben we woensdag opnieuw een wedstrijd en kan je snel reageren. Ik denk dat we goed aan de wedstrijd begonnen. En ik heb ook in de rust gezegd van ja, we zijn goed aan het spelen, we moeten die goal maken. En als we een goal tegenkrijgen, dat het dan een individuele fout is of een lucky goal. En dat was ook het geval. En ja, de 2 en de 3-0, dat zijn gewoon individuele fouten. Dus dat is gewoon verslapping. We kwamen niet goed door via de zijkanten, daar hadden we moeite mee. En ja, dus we hebben getracht de zaak te forceren door in de 1-tegen-1 situatie te gaan spelen. Maar ja, dan was ons positiespel niet goed genoeg, dan werden we wat slordig in plaats van ook de zaak goed breed te houden. Ja, en dan is de kans natuurlijk groot als je zaken forceert dat het 2-0 valt als je zelf niet de gelijkmaker maakt. Maar ja, goed, of je die wedstrijd met 2-0 verliest of je maakt 1-1. Ja, dat scheelt dan nog een punt in elk geval. Maar dat mocht niet zo zijn vandaag. Ja, soms zijn er details in wedstrijden die voor en voor nadeel kunnen vallen. En de eerste helft scoren we niet en de tweede helft scoren ze wel. Oké, dan ga je risico's nemen en dan loop je op een counter en ze werken het allemaal perfect af. Gewoon de tweede helft was gewoon niet goed genoeg. En het positieve daaraan is denk ik dat je kan reageren woensdag. Te weinig kunnen afdwingen om een doelpunt te maken de tweede helft. En ja, dan is de kans, als je dan risico's neemt, ja, dat er een tweede valt. Hoe was de sfeer in de kleedkamer verslagen? Verslagen niet, wel ja, uiteraard niet gezellig. Als je van zo'n wedstrijd goed gezind wordt, dan scheelt er iets. Dus, dat was ook het geval. Iedereen besefte dat niet goed was en dat het resultaat ook na van anders. Oké. Het lijkt me logisch dat niemand blij is op het moment dat je wedstrijd verliest. De topclubs hebben we nu gehad, dus dan probeer je punten te halen tegen de tegenstanders waarvan je denkt, nou, dat moet mogelijk zijn. Alhoewel iedereen van iedereen kan winnen, vind ik, in deze competitie. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Maar OHL die heeft zit op dit moment bij de eerste zes, dus ze zitten in een hele goede flow. En alles wat op goal gaat, dat gaat er ook bijna in. Dus, ja, en in die fase zitten wij niet. Dit was een ploeg waar we 3 punten moeten halen. En de teams die nu gaan komen, moeten we ook gewoon vol voor de 3 punten gaan. Dus iedereen moet, ja, de 11 spelers die op het veld staan en ook degenen die op de bank zitten, die erin komen, moeten ook gewoon die winnaarsmentaliteit hebben. We moeten gewoon alles ervoor over hebben om te winnen. En we moeten gewoon werken voor elkaar. En, ik heb niet het gevoel dat vandaag echt het geval was. Ja, als je 12 op 12 haalt, je gaat mee in de euforie. Dan moet je ook mans genoeg zijn om nu naar 1 op 12 te reageren. Ik denk dat we dat ook. We zijn ook met een 1 op 12 begonnen. En, ja, we hebben daarna 12 op 12 gepakt. Misschien hebben we iets met 12 en hopelijk de volgende 12 zijn voor ons.